Op ons Leondo Forum vraagt Freek of er mensen ook naast hun webshop gebruik maken van eBay. En uh, wat je ziet bij, uh, bij eBay is dat het een hele interessante mogelijkheid kan zijn om um, nieuwe klanten te krijgen buiten je huidige netwerk om of buiten Marktplaats om of andere, uh, op Google bijvoorbeeld. Um, en eBay kan super interessant zijn wanneer je internationaal verkoopt. In Nederland op een of andere manier is het eBay nooit echt gelukt om, uh, ja, om serieus zaken te doen in Nederland. Um, ja, in Nederland is Marktplaats gewoon de site, maar eBay internationaal kan super interessant zijn, vooral als je bijzondere producten verkoopt die ze in het buitenland bijvoorbeeld minder verkopen. Ik heb heel lang Nederlandstalige tijdschriften bijvoorbeeld verkocht. Er zijn heel veel mensen die Nederlandstalige producten heel goed verkopen op eBay internationaal. Heel bijzonder. Dat het, dat het heel goed loopt, maar het is gewoon de realiteit en het, en het werkt. Dus eBay, als je internationaal verkoopt, zou ik absoluut het gaan testen. Kijken of het voor jouw webwinkel interessant is. Ja, en vervolgens moet je van je, van je eBay-account naar je webwinkel natuurlijk krijgen. Dat is ook hoe ik ben begonnen met mijn uh, internationale business, uh, met de platenbusiness. Ik verkocht uh, veel platen op eBay om ze vervolgens in mijn uh, online, uh, online platenwinkel te krijgen, waar de marges veel hoger lagen. Um, dus ik zag het gewoon echt als een klantentrekker. Um, ik heb ook een heel e-book geschreven over eBay. Uh, onder deze video zal ik een linkje plaatsen naar mijn e-book, kun je hem gewoon downloaden. En, uh, dus kijk gewoon of het voor jezelf werkt, test het zou ik zeggen, pak een paar van je best lopende producten, zet ze op eBay, kijk of het werkt en uh, misschien dat je het uh, kunt gebruiken als, uh, als de ultieme klantentrekker.